Wie een grote, gecompliceerde aanslag wil plegen, heeft hulp nodig. En wie hulp nodig heeft, zoekt contact met anderen. En hoe verloopt dat contact? Online. Durf jij na de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg nog naar een kerstmarkt te gaan? J'ai vu des gens pleurer, la foule partir. Ils ont dit que ça tirait juste à côté, alors... Of voel je je al een tijdje niet meer zo veilig bij openbare aangelegenheden? In het centrum van Berlijn is vanavond een vrachtwagen ingereden op bezoekers van die markt. Mijn naam is Nikki Sterkenburg. Ik ben onderzoeksjournalist en ik heb een specialisatie in radicalisering. De aanslagen op de Bataclan en die op het concert van Ariana Grande in Manchester liggen nog vers in het geheugen. Ze waren afschuwelijk en de schrik zat er in heel Europa goed in. Toch is de kans dat je in Europa omkomt bij een aanslag vrij klein. Bijvoorbeeld in 2017 kwamen er 68 mensen om bij een aanslag. Zet dit af tegen meer dan 500 miljoen inwoners in Europa en procentueel gezien is de kans gewoon niet zo heel erg groot. Bovendien blijkt het ook nog eens heel erg moeilijk om een gecompliceerde aanslag te plegen. Wie een grote, gecompliceerde aanslag wil plegen, heeft hulp nodig. En wie hulp nodig heeft, zoekt contact met anderen. En hoe verloopt dat contact? Online. Nou, de politie en de geheime diensten in Europa zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om in heel veel Telegram-groepen en online netwerken te infiltreren. En op die manier hebben ze heel veel potentiële terroristen kunnen volgen en ook kunnen ingrijpen voordat zij een aanslag konden plegen. En de resultaten hiervan zijn echt indrukwekkend. Ik heb de cijfers even voor jullie opgezocht. In 2016 waren er 14 aanslagen die door de Islamitische Staat waren geïnspireerd of gecoördineerd. Tegelijkertijd werden er datzelfde jaar 40 aanslagen voorkomen. Nou, 2017 laat een beetje dezelfde cijfers zien. Toen waren er 15 aanslagen die door de Islamitische Staat waren geïnspireerd of gecoördineerd. En tegelijkertijd werden er 47 aanslagen voorkomen. En ook wanneer het gaat om extreem rechts worden er goede resultaten behaald. Zo werd onlangs Vincent T. veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij meer dan 2000 kogels op zijn slaapkamer had liggen en via Facebook Messenger opschepte dat hij een aanslag wilde plegen. Dat betekent niet dat elke aanslag kan worden voorkomen, maar de kans dat een terrorist gepakt wordt die met volautomatische vuurwapens en explosieven een aanslag wil plegen, is vrij groot. Ben jij bang voor een aanslag en leef je je leven anders? Ik lees graag je reactie hieronder in de comments. En abonneer je op het kanaal van News Junkies voor meer video's.